Het Mauritshuis is bij ons gekomen met de vraag: wat nou het verschil is tussen het ervaren van het meisje met de parel in het echt versus als je haar ziet op een andere locatie, bijvoorbeeld op een poster ziet. Dit onderzoek is voor mij heel belangrijk, omdat het een ontzettend gaaf onderzoek is. Wat we hier gedaan hebben is nog nooit ergens anders op de wereld gedaan. En daarnaast is het belangrijk om te achterhalen wat zijn nou de emoties achter zo'n schilderij. Wat ervaart ons brein nou echt? Als we naar museumkunst kijken, en is dat hetzelfde als dat ik museumkunst op andere plekken tegenkom in verschillende replica's? En het achterhalen van die verschillen leert ons ook heel veel over de waarde van verschillende dingen, zoals het museumbezoek zelf of een bepaald schilderij. En daarmee kunnen we ook een bepaalde voorspellende waarde geven aan bepaalde kunstobjecten. En dat leek mij zo ontzettend gaaf. Ja, bel mij midden in de nacht voor dit soort dingen en ik kom. Het onderzoek in het Mauritshuis bestond uit twee stappen. En bij de eerste stap zijn we met een mobiele EEG in het Mauritshuis gaan meten. En dat was nog nooit eerder gedaan, want de techniek zo nieuw is. En met die mobiele EEG meten we, wanneer mensen voor het schilderij staan en voor de museumkunst staan, wat de aantrekkingskracht of juist afstoting is van de museumkunst. En in welke mate we focus hebben bij datgene waar we naar kijken. En bovendien hadden we een eye-tracker op. Dus we konden de breinmeting ook nog exact koppelen aan dat punt waar de persoon die hem op had op dat moment naar keek. Het allerbelangrijkste wat we in het onderzoek gevonden hebben is dat museumkunst, waaronder ook het meisje met de parel, tien keer heftigere emotionele reactie veroorzaakte dan wanneer we dezelfde soort kunst op andere plekken zien. En daarmee is het museumbezoek dus een. Absoluut waardevolle ervaring. Dus wil jij iets echt ervaren? Ga dan naar het museum toe. We hebben nog iets bijzonders gevonden bij het Meisje met de Parel: een sustained loop of visual attention. Kijk jij normaal naar een gezicht, dan kijk je naar ogen, naar mond en dan ben je klaar. Want dan heb je bepaald of dit veilig is of niet. Niet bij het Meisje met de Parel. Je kijkt van ogen naar mond. Dan naar Parel. En dan weer naar ogen, weer naar mond, weer naar Parel. En zo word je gevangen in een loop, waardoor je maar naar het meisje blijft kijken. Je hersenen ontploffen gewoon van de aandacht die het nodig heeft om naar het meisje te kijken. Het is bijzonder.